17 jaar geleden presenteerde Erik Hartman de succesvolle talkshow Boomerang. Een programma dat voor de nodige opschudding zorgde. Dan zijn stembanden. En toen hij mij aansprak, ja, er kwam zo'n gek geluid uit. Ik moest zo ontzettend lachen. Maar ik wist natuurlijk van, ik mag hier niet lachen. Ik mag hier niet lachen. Dus ik probeerde mijn lach in te houden. Maar hoe meer ik mij probeerde te concentreren op de ernst, ja, hoe meer ik voelde van, dit hou ik hier niet uit. Dit hou ik niet uit. Het was afschuwelijk. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Dan zwijg ik liever. Excuseer. Voor de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, een... Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, dat gebeurd is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, er gedurende een half uur. Dit kan om uitgelacht te worden vlak in het gezicht van politiek. Sorry. Ja, dan. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten. Die avond kon Valère er zogezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen. Ik werd op staande voet ontslagen en... Boomerang werd afgevoerd. Het was het einde van mijn carrière. Enfin, van mijn televisiecarrière. Dit is nog steeds Radio Randstad 103.4 FM met DJ Boomerang. Ik ben hier speciaal voor al jullie vragen, verzoekjes, probleempjes. Wil je iets kopen of verkopen? Het kan allemaal. Werp een vraag en DJ Boomerang gooit een antwoord terug. I'm riding in your car. Turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it. But you know I'm a liar. Cause the moon we kiss. Ik heb het zelf. Ik ben eigenlijk bij een...